Twee tools om het fenomeen van mogelijkheden en meer geld in je leven te creëren zijn vraag en keuze. Er is nog een vierde element met creatie, die ga ik in een andere video toevoegen, omdat ik meer informatie daarover wil kunnen geven. Dus ten eerste, niemand leert ons dat we eigenlijk gewoon moeten kiezen, zodat het universum zich anders rangschikt dat het je leven inkomt. Je moet niet weten hoe het gaat verschijnen. En keuze kan zo simpel zijn als, wauw, dat is mooi. En dat zou ik graag willen hebben. En dan laat je het gaan. En dan misschien 6 maanden later of 1 jaar later denk je, wauw, dit verschijnt. En daar had ik om gevraagd. Dus als je niet doet wat we zijn geleerd in deze realiteit om iets significant te maken, om te controle te doen, om te berekenen, om consistent te zijn, om het juist te krijgen. Dus alles wat wij geleerd hebben, is eigenlijk het tegenovergestelde van alles wat geld naar ons toe brengt met heel veel gemak. Dus als jij het idee hebt dat er iets moet veranderen voordat je geld kunt ontvangen, zou je kunnen vragen, wat zou ik moeten zijn? Wat zou ik moeten veranderen? Wat is er hier benodigd voor meer geld te gaan verschijnen in mijn leven? En als jij gewoon zit en zoiets hebt van, oh, ik heb niet genoeg geld, maar ik wil wel graag genoeg geld hebben, maar je bent niet bereid om het daadwerkelijk te kiezen of de energie te zijn van meer keuze en je niet in de vraag bent, zul je dat gewaarzijn niet ontvangen. Dus keuze en vraag opent ruimte en geeft je gewaarzijn. En dan kun je gaan spelen met het ontvangen van bijdragen. Ik wens jullie een hele fijne dag. Tot de volgende keer.